Zullen wij afspreken dat wij, anders dan alle andere Nederlandse media, geen woord zullen besteden aan deze vrouw? Ik noem haar naam niet eens. Tot het wel een NRC. Stop. Kan niet verdommen waar het in stond. Stop. Al was de helft van het Oude Testament gevolgen, ge, gevuld met dit gelul. Ik wil er niets over horen. <laughs> niets. Verlos hem. Kunt u mij horen? Veel luisteraars van deze podcast die doen zichzelf ontzettend tekort. Want uh, zij luisteren wel, maar ze zijn nog niet geabonneerd. En dat betekent uh, dat je zomaar een aflevering kunt missen. Dus voordat we het gaan hebben over de VVD-implosie. De VVD die zichzelf uh, van binnenuit aan het opblazen is. Abonneer je eventjes op deze podcast. Gratis en voor niks. Ga naar je podcast-app, klik op volgen. En uh, dan zorg je ervoor dat je alle afleveringen automatisch vanzelf in je feed krijgt. Peter Bindels deelde nog een artikel uit NRC uh, waarin eigenlijk onderbouwd wordt hoe clowns als Trump op het schild gehezen worden door de media. Met dank eigenlijk aan de media. Zo is het maar net. De media legde de stenen van Trumps luchtkasteel. Ja, de denk, denk aan al onze redders in de nood. Hmm. Pim Fortuyn, Geert Wilders, Rita Verdonk, Thierry Baudet, de BBB mevrouw. Allemaal hetzelfde patroon. Altijd eerst. Uh, denk aan Thierry Baudet. De kwaliteitskrant zelf heeft meegewerkt aan... Oh, wat een interessante figuur. Jo, <laughs> daar moeten we aandacht aan besteden. Grote artikelen zonder een woord van kritiek. Ja, 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 ja. Tot ze in de gaten kregen dat, ze, dat het helemaal niet zo fris was met Thierry Baudet. Nee, maar dan is dat natuurlijk... En dus... achteraf blijkt dat het een volstrekte gek te zijn. <laughs> ja, moet je dat wel zeggen... Ook weer door de, door de we Mag ik erop wijzen dat Kerriboudette de, de grootste partij van Nederland was bij de Provisane Statenverkiezingen vorige keer. He, voordat wij die Amerikanen voor gek verklaren. Nederland kan er ook wat van. Ja, ja, maar dan is dat dat impliceert dus ook dat er een verantwoordelijkheid is voor de media in dit verhaal. En zij hebben natuurlijk uh, de balans die ze moeten maken. De media dus... zullen altijd zeggen, ja, maar de mensen willen het graag, wil graag zien. Precies. Leuke tv. En, en, en moeten wij sturing geven aan dit soort van politieke processen? Daar moeten we ons niet mee bemoeien. Dat ze ondertussen bijvoorbeeld de BBB-mevrouw belachelijke aandacht geven. Die heeft één zetel in de Kamer. Hè? Waarom, waarom die andere partijtjes niet, niet vergelijkbare uh, aanwezigheid in al die talkshows? Ik moet wel zeggen, ik en het vind... probleem is dat mensen denken dat die talkshows iets met politiek te maken hebben. Dat als je nou maar leuker toe komt in de talkshow, dat je dan een hele Piet bent. Daar heeft het allemaal heel weinig mee te maken. Dat is mm. een van de grote problemen. Mm. Dat de kiezers niet waar besluiten of kiezen op grond van criteria die eigenlijk niet zoveel te maken hebben met politieke effectiviteit. Ja. Maar stel dat jij hoofdredacteur zou zijn van NRC. Welke afweging zou jij dan maken in wat je wel of niet publiceert over Trump, Baudet, noem ze maar op? Nou, ik zou zeker, okay, ja, Trump, die, die, daar moet wel aandacht aan besteed worden, aangezien die een centrale figuur is in de belangrijkste natie in de wereld, althans ten, uh, vanuit het Nederlandse perspectief. Dus daar moet je wel iets aan doen, maar bij Jerry Baudet, denk ik, hadden ze zich wel iets beter inhoudelijk op de hoogte kunnen stellen. Eh, dat iemand die een boek kan schrijven en piano kan spelen, hoeft niet per se een politiek genie te zijn. Sterker nog. Hij blijkt uiteindelijk een ontsnapte patiënt te zijn. Maar had de, hadden de media dat kunnen weten toen ja, al? Ja, naar mijn fase. idee wel, ja. Maar op basis waarvan dan? Nou, door zich beter op de hoogte te stellen van zijn ideeën. Maar was dat toen al helemaal in de volle breedte bekend? Nou, niet in de volle breedte. Hij heeft zich geleidelijk aan. Heeft hij natuurlijk is hij als gek. Heeft hij zich uniek weten te ontplooien? Dat ben ik wel met je eens. Maar het was helemaal niet nodig om hem op het, op het kussen te heffen: van oh, wat interessant is het allemaal weer. En wij leiden natuurlijk aan een nieuwheidscomplex. Wij moeten elke week moet er iets nieuws zijn: een ander visje, een ander dieet, een andere politicus. Iets nieuws. In godsnaam zend ons iets voor Reuring in de tent. Kan niet schelen wat het is. Ja. Ja, wij zouden ons wel, denk ik, ook de media zouden zich sowieso breder en terughoudender moeten opstellen. Het probleem is vooral ook van de televisie. Dat is een heel simpel visueel medium, waar de inhoud er vaak maar weinig toe doet en het uiterlijk ontzettend veel ertoe doet. Ik ben ervan overtuigd dat als je op de televisie nou eens haar fijn gaat uitleggen, niet waar hoe de wijziging van ons pensioenstelsel gaat plaatsvinden, dat, dat, nou ja, ik schat toch 85% van de kijkers zegt. Ja, dat is mama veel te ingewikkeld. Hoe is het eigenlijk met Feyenoord? Of weet ik wat ja. voor voetbal. De NOS heeft het laatst wel heel duidelijk. Dat gedaan. is natuurlijk de grote kracht van voetballen. Hè? Kan iedereen over meelullen over hmm. voetballen? Ja. En het werkt natuurlijk ook zo dat een Baudet steeds gekkere dingen gaat doen om maar aandacht te krijgen. Ja nou, ja, nou ja, wat heeft hij gezegd? Zijn taak in het leven was toch de provocatie. En, en ja, de media laten zich wat graag provoceren. Ja, het eh. ja. gaat nu toch ook voortdurend over hem. Ja. Ik kan me wel ook voorstellen dat de traditionele media, de MSM wordt het ook wel genoemd, hein, mainstream media, dat die niet meer zo heel veel macht hebben, maar dat, de, dat ze gevoed ook worden door wat er op de social media gebeurt. Want daar kun je natuurlijk je eigen aanhang om je hmm, dat heen. Weet ik niet of dat zo is. Het uh, gaat natuurlijk in feite met de so alleen met de kinderen mee. Social media gaat het goed, dat is TikTok. En hoe heet dat andere ding ook weer? Ah, ja, dit Insta, dit. zoals zij het noemen. Ja, Instagram, Facebook, ja, Twitter. Met Facebook gaat het natuurlijk helemaal niet goed. Jij hebt een koerswijziging uh, hebben die gedaan. Die gaan nu ja, op de metaverse gaan. Ja, nou, daar is niets van terechtgekomen. <laughs> nog niet? Nog nee, nog maar er wordt ook niks. Ik kan je garanderen dat ik voorspel bij deze: het wordt niks. Ze hebben, weet ik hoeveel, een enorme dreun aan beurswaarde verloren. Ja, omdat het nog te vroeg 11.000 mensen ontslaan. Goedemorgen. Ik zou mij niet verbazen als Elon Musk Twitter definitief torpedeert. Wat zou dat ook een zegen voor de mensheid zijn? Waarom zou, hij dat dat doen? zou gebeuren? Waarom zou hij dat nou doen? Omdat hij gekke dingen doet. Ja, maar het is toch zonde, dan heeft hij niks meer. Ja, ik denk, denk dat tot nu toe heeft hij toch niet bijgedragen aan een beter functioneren van een zo'n afschuwelijk medium als Twitter. Ah, heeft is. Mensen ook, hij gaat mensen ontslaan, heeft hij uh, medegedeeld. Ja, 7000 man ging hij ontslaan. Maar ja. toen bleek eigenlijk een week later dat hij ze weer allemaal in dienst ging nemen. <laughs> dus, ik was er niet zo van onder de indruk, eerlijk gezegd. <laughs> maar het is natuurlijk wel zo dat wat op de socials leeft, waar ook journalisten zitten. dat is natuurlijk een, een, een bron van inspiratie voor de mainstream media. Daar halen ze natuurlijk dingen vandaan. Ik de... weet niet of dat zo is. Als Bourdain een gek dan neerzet, staat het de dag daarna in de krant. Ja, nou ja, dat is uh, zo recht schande voor de krant. Hou op met die onzin. Je hebt ook van die, van die krantartikelen, en dan staat eronder vijf Twitter-berichten. Alsof dat iets zegt. Twitter is totaal niet representatief, echt totaal niet. Daar is keurig onderzoek naar gedaan. Uh, dat zijn relatief hele kleine groepen die daar effectief gebruik van maken. Dus hou daarmee op. Maar we hebben Cambridge... Hou op met te suggereren dat Twitter iets van betekenis is. Cambridge Analytica hebben we gehad, met, met die invloed tijdens de verkiezingen. Ja, ja de vraag is of. A, ah, dat is nooit goed onderzocht of die wel zo groot was. Kijk, voor dat bedrijf was het natuurlijk voordelig om uit te leggen dat ze een enorme invloed hadden. Want des te beter worden ze betaald voor hun activiteiten. Ik weet niet of dat, of dat wel zo effectief was, of het in de toekomst effectief zal zijn. He, voortdurend blijkt eigenlijk dat opiniepeilingen, nou, dat is een onbetrouwbaar vak eerste klas. En dat komt eigenlijk voornamelijk omdat mensen helemaal geen zin hebben om gepeild te worden, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Juist de Amerikaanse kranten en, en ook dat 538 en de New York Times, die hadden allemaal lamentaties over het feit dat, je, ja, dat, dat er geen mensen zijn om het te vragen. De York Times was ook mensen gaan betalen. Om, eh, om hun mening te geven over politieke zaken. Die overigens dan weer niet erg afweek geloof ik, van het normale patroon. Mm. Maar ook nu zaten ze er bepaald niet bovenop van wat er ging gebeuren. Ja. Ja. Maar ik geloof wel dat Forum een hele succesvolle campagne heeft gevoerd... in aanloop naar de Eerste Kamerverkiezingen toe online. <tus> Met filmpjes, met journaals, met, met Hoeveel berichten. Hoeveel mensen zijn er nou online? Kijk, we doen allemaal of iedereen online is, maar dat is flauwekul. Dat is helemaal niet waar. Nou, als je allemaal mensen met telefoons om je ja, heen ziet. Wat, wat was het bij Twitter? Dat is, een, dat is een relatief beperkte groep. Ja, maar als je ze allemaal optelt... Was 14% van de bevolking, zoiets dergelijks is het. Of het is niet alleen ook. Twitter. Het is dus Twitter, Facebook, Instagram. Je moet ze allemaal optellen. LinkedIn. Facebook is natuurlijk gedeeltelijk ook door, wordt gebruikt door mensen die... Om te vertellen dat hun kleinkinderen over zijn gegaan op school. Dus dat, dat, bovendien, Facebook functioneert helemaal niet goed. Facebook is begonnen aan het lange traject naar de ondergang. Dat begrijp je toch wel? Ja, dat, dat zie je steeds, dat die, dit soort van media hebben een hele korte levensspanne. Ja, maar je kunt natuurlijk... Wat, weet je, hoe heette dat ding in, in Hives? Heet dat het niet zo Pijs, in Nederland? Ja, met de dansende banaan. De dood en een pier. Ja, ja. oké, okay, dat, dat bestaat niet eens meer. Ik, ik garandeer je, over tien jaar is het ook klaar met Facebook. Hmm. Als ik in Zuckerberg was, dan zou ik de hele tent verkopen en rustig gaan wonen op de Bahamas. Ja, maar hij gelooft echt in die metaverse, dus dat jij een brilletje ja, opzet en, en dan zie je. Ja, dat Daar had allemaal... die, die, die leuke, uh, hoe heet het, columnist, uh, internetcolumnist van de New York Times, Farhad Manju, of hoe die mogen heten. daar een aardig stukje over dat ik je warm kan aanbevelen. Oké. Okay. Maar goed, hij is natuurlijk ook ondernemer om waar hij brood in ziet, om dat toch nu in te zetten. Ja, en over een paar jaar zal iedereen zeggen: kijk eens wat een geweldig. dat meta is flauwekul. Ik garandeer het je. Maar hoezo dan? Er nou, is helemaal geen grote belangstelling voor meta. Daar valt volgens die. Juwak Thijsman niets te beleven op Meta. Had ze er verschrikkelijk verveeld. Ja, maar nu nog niet. Had was om... er eenzaam verschrikkelijk verveeld op Meta. Ja, maar dit. Ja, dat niet... was een soort virtuele ruimte waar je van alles kon beleven. Maar een paar jaar geleden kon ook niemand vermoeden dat podcast ineens iets zou worden. Ook dat zal een tijdelijk fenomeen blijven, ja. Sorry. <laughs> Zorg dat je autootje afbetaald hebt voordat wij ook instorten. Hij is al uh, helemaal afgetaald. Het gaat niet eeuwig duren. Ook podcasts. Ja, dat, dat is een tijdelijke mode. Dat is, ze zullen wel blijven, maar ze zullen misschien niet het, het idiote eh, succes van die 65-genomineerde podcast ik Maar niet. Um, ik kan me wel voorstellen, kijk, jij vertelt nu een geschiedenisverhaal. Stel dat jij zegt, we gaan het uh, straks gaan we het hebben over uh, de wapenstilstand tijdens de Eerste Wereldoorlog, hè? Ja. En dan stel je dat je mij zegt, hier Tom, zet dit brilletje op en we gaan terug in de tijd en ik zie het allemaal om me heen gebeuren. Dat is toch een fantastisch toekomstbeeld nee, want je en... weet dat toplichterij is. Bovendien ook wat ik zeg. Dat heb je nooit eens over de schouders van, van gamende pubers gekeken wat er op die schermen te zien is? Ja, dat is allemaal een uh, gecreëerde wereld. Ja, ja, flauw. Je ziet toch in, in tien seconden dat het pure flauwekul is. Sorry hoor. Maar nog eventjes over de invloed van die sociale media bij die politieke partijen. Ik denk wel dat je best wel wat invloed daar kunt genereren. Ook zo'n forum. Die invloed komt natuurlijk ook omdat mensen denken dat die invloed er is. Als je zou zeggen, de pot op, hè, dat, dat, ik ben ervan overtuigd dat die politici die naar het schijnt voortdurend op dat Twitter zitten te loeren, hè, dat ze dat enorm overschatten. Maar omdat ze er voortdurend op zitten te loeren, heeft het ook invloed. Omdat je denkt dat het iets Negereer voorstelt? Negeer het gewoon, negeer het. Ja. Oké, okay. jij zegt eigenlijk, je zit in een bubbeltje. Ja. Met, met wat andere mensen die ook denken dat het wat is. Zeker, zo, zo is het in grote trekken, ja. Want ja, ja, de meeste normale mensen die ik ken, die kijken nooit op Twitter. Waarom zouden ze dat de godsdam doen? Nee, dat is afschuwelijk. Wat valt daar te beleven? Ja, schuilpartijen, ja. vage dreigementen. Het is duidelijk dat een deel van de gebruikers evident niet goed snik is. Ik heb al eens eerder gezegd: het is, <laughs> een van, ja, het is in feite eigenlijk een, een soort, soort goedkope psychiater voor veel mensen. Er waren wel heel veel mensen die op Twitter uh, zeiden, ik ben het eindelijk een keer met Van Rossum eens over die excuses uh, aanbieden. Dat, grote ja, onzin. dat is een moment waarop ik denk, zou ik zou wel gelijk hebben gehad op dit punt. Dat je dat precies de verkeerde mensen wordt je in het gelijk gesteld. Want voor de mensen die het gemist hebben, jij vindt het onzin dat de regering excuses aanbiedt. voor Ja, God, ik, ik vind dat nog hebben. steeds intellectueel buitengewoon zwak. Ja. Uh, dat je excuses aanbiedt voor iets waar je niks mee te maken hebt gehad. Over een tijd die ver van ons weg ligt. Die totaal anders in elkaar zat qua normen en waarden dan onze eigen ja. tijd. Dat je zegt dat het een betreurenswaardige zaak was. Dat je probeert de eventuele na-effecten te repareren. Allemaal prima, het Maar het is weer een hele andere kwestie. Dan dat je eigenlijk toch de suggestie wekt dat je iets kunt met dat verleden. Ja. Dat je door excuses te maken het, het toch een beetje minder erg maakt. Nee, ja. dat is niet zo. Theo Hiddema viel jou bij. Die zei van, ik ben het helemaal met Maarten eens. Goede argumentatie. Ja, fijn, dankjewel Theo. En ook heel veel andere mensen die zeiden van, is Van Rossum, is, die, is, die, is, is dit wel de echte Van Rossum? Klopt ja, het dat? Ja, dat was ook vrij duidelijk. Dat je ook meteen wordt verdacht van racistische motieven. Deugd, die man blijkt ook niet te deugen. Ja, dus dan word je eigenlijk weer, weer, weer slachtoffer van een andere hoop van mensen... die, die denkt dat zij de waarheid in pacht hebben... Ja. En dat hebben ze dus niet. Wat ik ook wel hoorde van veel mensen is dat het gaat om de erkenning. Dus dat de regering aangeeft: wij, wij erkennen nogmaals dat het heel erg is wat er toen is gebeurd. En door die excuses. Alsof dat nodig was. Zijn er mensen die zeggen: van, Nou, we is helemaal niet erg wat er toen gebeurd is? Prima, slavernij, daar zouden we weer mee moeten beginnen. Ja, dat was prima geregeld allemaal. Dat is natuurlijk allemaal kletskoek. Iemand zegt ook Het, is het gaat, in feite is het een discussie die eigenlijk bar weinig te maken heeft met het verleden. Maar die te maken heeft met de hele identiteitsproblematiek in onze samenleving in het heden. Het is het heden wat over de geschiedenis gaat. En het is algemeen bekend, alle geschiedschrijving, alle houding ten aanzien van het verleden wordt natuurlijk sterk gestuurd door situaties in het heden. Ja. Floris van der Veen reageert er ook nog op en die zegt van ik heb ook het idee dat het kabinet hier makkelijk mee wil scoren. Nou, dat zou mij nou niet verbazen als ze intern wel hier en daar iemand heeft zeggen van jongens, dit, dit wordt een heel vervelend, zeurend, etterend wondje, Laten we dat nou niet doen. Laten we nou gewoon even zeggen dat we excuses gaan maken. En zijn we daarvan ook af vanaf. Van en ja, wat ik al bepleit heb. Je kunt niets is makkelijker dan excuses maken voor iets waar je niks mee te maken hebt gehad. Ja, ja. En wat, wat ik ook regelmatig terug zou uh, of zag komen, is dat dat geld wat daar beschikbaar voor gesteld wordt. Hè? Van Wat wordt daar nou in hemelsnaam mee gedaan? Ja, dat ging over bewustwording. Zou het geld voor gebruikt worden? Daar zou ik van ook zou ik zeggen, doe dat niet. Dit leidt tot allerlei flauwekul gebeurtenissen. Stop dat geld in, in daadwerkelijke concrete reparatie van, van discriminatie in onze samenleving In ja. de breedste zin van het woord, alle discriminatie deugt niet. Kunnen we overigens ooit een eind maken aan discriminatie? Nee. Dat zit, het zit in de aard van de mens om te discrimineren. Om zichzelf tot een bepaalde groep te vinden behoren. En dan andere groepen die deugen niet. Dat is op elk niveau is dat zo. Ben je een geweldige Feyenoord-fan, dan vind je alle Ajax-fans misdadigers. Ja. Omgekeerd is het natuurlijk hetzelfde het geval. Je moet ook in de politiek enorm uitkijken dat je. Dat je niet, bijvoorbeeld, wat, wat heel typisch was in de, in de jaren 60 natuurlijk, en zeker in de kringen waarin ik mij toen bewoog, nou ja, dat eigenlijk alle VVD'ers toch echt feitelijk gewoon criminelen waren. En niks beters dan dat. Dieven en moordenaars, zo. Het had ook zo'n gestreept ja, pak als je allemaal. Uit, als ik dan natuurlijk uit, zeker familie kwam waar een tal van VVD'ers eh, ontzettend aardige mensen zijn, dan, dan zag je wat een onzin dat was. Ze hebben andere politieke opvattingen dan jij. Mm. Maar, maar gaan de ja, bekende demoniseren? Doe dat niet. Oh, nu je het toch over de VVD hebt. Die... Zijn er zijn natuurlijk wel gevallen waar, waar de, de andere opvattingen zodanig krankzinnig zijn dat je wel afvraagt eh, of je daar nog min of meer redelijk tegenover moet staan. Noem eens een voorbeeld: Nou, Forum voor Democratie. Ja, wat ik ook achteraf onbegrijpelijk vind, dat zijn partij is de, de VVD, dat ik dan toch even kritisch moet zijn. Zo Van Haga, wat, hoe komt zo'n man in, in die VVD parlementaire fractie terecht? Hoe kan dat nou? nou? Dat was het enige rechtsalternatief misschien op dat moment. Ja, ja dan... kom op. Dat is, wel, dat is toch wel beter. Het is toch een normale een vrij complexe selectieprocedure. En dan krijg je zo iemand in je, je parlementaire fractie. Maar, maar ik vind hem toch niet knettergek. Van Haga. Nou, wat dan zouden we misschien moeten zeggen dat hij wel naarmate zijn parlementaire carrière het steeds gekker geworden is. Maar hij is niet zo gek als Baudet. Ik vind hem toch wel verstandiger overkomen. Ook vooral op het vaccinatiepunt was hij, dacht ik, ook toch wel vrij gek. Ja? Hm. Wat ik me daarvan herinner in ieder geval. Ja, maar goed, de, de VVD had ook die meneer Keizer, die inmiddels overleden is, die volgens mij dat uitvaartcentrum had. Dat was ook een hele ja, voor die, die, die dikke voorzitter bedoel je. Ja, ja dat, dat was niet fris. <laughs> dat is door Follow the Money is dat ontrafeld. Wat tot? was daar ook weer mee? Ja, nou ja, hij had dat, dat, dat uitvaartcentrum of die uitvaartorganisatie had hij op een hele handige manier voor een habberkratje in handen gekregen. Voor een euro een, of zo? Terwijl het een vrij waardevolle zaak bleek te zijn. Kijk, ja. ik, de details ben ik al lang weer vergeten. Maar ja, het was wel nuttig dat Follow the Money... Dat uitgezocht had, ja. ja. Overigens werd nog de vraag een tijdje teruggesteld... wat gaat Onno Hoes nu doen? Want die wilde natuurlijk voorzitter worden van nou, de die VVD. Die is nu toch weer tijdelijk burgemeester geworden. Ergens. Ja, in Roermond inderdaad. Dus hij is weer burgemeester. Oh, Roermond, een heerlijke stad natuurlijk. Omdat je daar van rij hebt. Hè? Oh, die zit daar is natuurlijk al wel alleen in Roermond is eigenlijk al, al iemand de baas... Die, die, nou ja, die heeft zijn eigen partij opgericht. Ja, ook oud-VVD'er trouwens. Hè? Die is er, -VVD er toen uitgezet. oud absoluut, ja. En ik begrijp dat hij weer wethouder is, dat ja. de burgemeester in wanhoop vertrokken is in Roermond. En zodoende is daar nou waarnemend burgemeester geworden. Dus ik denk dat hij, dat hij eerst natuurlijk op zijn blote knietjes bij Van Rij moet eh, aanmoeten. Eerst zijn met ook op, 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 op kruipend naar Van Rij toe. En dan zeggen dat hij alles zal doen wat Van Rij zegt. Want daar komt het in Roermond ja. een grote trek op neer. De onderkoning van wordt. Roermond, Roermond is, in van... is in feite een soort lokale dictatuur, zou je kunnen zeggen. Ja. ja. Nogmaals, ik wijs even op mijn geliefde punt: allemaal het gevolg van de kiezers. Uiteindelijk is het allemaal het werk van de kiezers. Ja, maar die kiezers zeggen daar in Roemond: die Van Rij, bijvoorbeeld als je ondernemer bent, die zorgt er in ieder geval voor dat bij mij de dingen gerealiseerd worden die ik graag wil. Dus ik stem ja, op hem. Uiteindelijk, ja, maar misschien niet zo op de manier waarop wij hadden bedoeld dat dat in gemeentelijke zaken zou toe moeten gaan. Oké, okay, ik heb wel even gemist dat die burgemeester weg is gegaan. Had dat met Van Rij ook te maken? Nou begreep ik het krant, ja. Oh, oké. Okay. Maar nou, het was een vrouwelijke burgemeester die hem in het midden de hoed in de ring, de hand in de ring ja. had gegooid. Ja, oké. Okay. Ja, en van Rijden zal natuurlijk zeggen, ja, ik er is een rechtszaak geweest, daar ben ik voor een groot gedeelte vrijgesproken. Of misschien wel helemaal vrijgesproken, Dat is hoe hij het nou, uitlegt. Dat was niet zo, dacht ik. Nee, er zijn wel een aantal punten gemaakt. Maar... Kijk, die rechtszaak heeft veel te lang uh, ja. doorgezet. Dat is, is ook iets natuurlijk. Net zoals met de mos wat nu. aan het openbaar ministerie te verwijten, valt die dingen die eindeloos, eindeloos, eindeloos duren. Eh, en dan liefst ook door, en door een klein foutje uiteindelijk weer nog een keer overnieuw moeten worden gedaan. Ook Aten mos wat ongetwijfeld een vervelende kleine krabbelaar is. Hè? Maar die verdient wel dat zijn zaak snel en effectief wordt afgehandeld. Ja, waarom, waarom duurt het eigenlijk zo lang? God mag het weten. Wat gaan ze dan doen in de tussentijd? Ik weet niet of ze dan of personeelsgebrek is of dat ze de papieren weggemaakt hebben. Ik, 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 durf, ik durf het je niet te zeggen. Dus nou ja, leuk misschien voor een onderzoekje om eens te kijken hoe komt dat in godsnaam dat die dingen, dat zulke zaken, jaren... Aan kunnen zeuren. Ja, want eerst vallen ze bij de mos binnen, of krijgt hij in ieder geval die aanklacht, en dan duurt het heel lang voordat de ja, En is. Het probleem is dat je al die tijd onder verdenking staat. Ja, dus je wordt overal uitgegooid. Zegt, ja, die de mos, het nou, kan best zijn dat hij tenslotte, ik denk het niet, maar dat hij tenslotte wordt gezegd te nou, de mos had eigenlijk niks gedaan. Mijn indruk was dat hij wel iets had gedaan, maar ik bedoel, de verdenking is er. En als je dat natuurlijk jarenlang laat doorsudderen. Dat is, dat, dat, zo hoort dat niet nee. te zijn. Rechtern als die verdenking is, dient dat zo snel mogelijk effectief te worden uitgezocht of die verdenking terecht is, ja of nee. Ja. En als je natuurlijk jarenlang onder verdenking staat, nou ja, dan hoor je ook iemand als ik, die dan makkelijk zegt van, dat die de mos een kleine krabbelaar is. Precies. Die zijn, de beeldvorming. Die zijn gemeente, gemeentelijke invloed verkocht heeft. Ja, rechter die weegt dat wel mee. Hè? Zo van: dat... joh, daar kan ik wel even voor, is een vergunningje, daar kan ja. ik wel even regelen. Ja. Kijk, de gemeentepolitiek die natuurlijk altijd en overal kleinschalig is en ons kent ons werk, hè, dat, dat daar is natuurlijk elke vorm corruptie, is daar al heel snel een, een vaag element. Ja. De recht, bijvoorbeeld bij Glennis Grace zag je nu ook dat de rechter uh, dat mee heeft gewogen, de, de media. Zullen wij afspreken dat wij, anders dan alle andere Nederlandse media, geen woord zullen besteden aan deze vrouw? Ik noem haar naam niet eens. Tot het wel een NRC? Stop! Ik kan niet verdommen waar het in stond. Stop! Alsof was de helft van het Oude Testament gevolg, ge, ge, gevuld met dit gelul. Ik wil er niets over horen. <laughs> niets! Alsof we niet goed snik zijn. Nou ja, dit, wie, wie een voorbeeld zoekt van de waanzin van de media, deze mevrouw. Het heet ook anders volgens mij dan Glennis Grace. Even... Weg daarmee. <laughs> Maar dat jij dat gezien hebt, dat was toch alleen maar bij Boulevard. Ja, de NOS had het ook volgens mij wel, ja. Ja. Nee, ik zie het al. Zwijgt. Je zegt er niks over. Dan toch nog even over de VVD. Want die hadden van de week een crisisje op te lossen. Volgens mij moest Rutte... Ja, dat was niet best, hè. Die Komt moest voor het Rino aan toe. Ja. Ja, dan een beetje mooie sier maken, hè. Want ja, je begrijpt waarom dit gebeurt allemaal. Ja, en nou, Geert die gaat er flink uh, trommelen. van, uh, ja. vreselijk veel. Ja, 21, want uh, die stond ja, ook al voor aan. Ja, 21, nou ja, die hele club de rechterzijde, die dus dan bang is dat wij uh, omgevolgd worden hier. En ja, er was geen sprake van. Dat kan maar zo, ontzettende onzin. Omdat natuurlijk, ja, er wordt mooie sier gemaakt dat dat dan gestopt gaat worden. Want uh, Rutte zou zijn best gaan doen om de instroom te beperken, maar. Iedereen weet het overgrote deel van de instroom. Dat zijn EU-burgers. Die ja. hebben alle rechten om in Nederland aan de slag te gaan. Hun familie mee te brengen. een loodgietersbedrijf te beginnen. Bij ons is de badkamer ook afgedicht door een Litouwer. He, dus de, ja, moet, en dan is er natuurlijk dan is er nog instroom van, van. Hoe heet het? De, de lui die, die uitzonderlijke eigenschappen hebben. Het ASML-achtige werk. En dan zijn er nog mensen die uh, vluchten voor, voor bedreiging in eigen land. Uh, en uh, ja, daar hebben we alle internationale verdragen over gesloten. Maar die, daar kun je heel makkelijk, uh, als wij daar dus te kont tegen de krip gooien, kan er geprocedeerd worden. En dat gaan we dan verliezen. Dus het is een beetje. Kijk, die, die VVD en. Nee, laten we eerst de structurele oorzaken van deze problemen analyseren. Uh, in het algemeen zijn al die provinciale VVD'ers veel rechtser. Niet waar dan eh, natuurlijk Rutte die een coalitiecabinet heeft, waar die ook rekening moet houden met de standpunten van andere partijen, die over de hele linie iets progressiever zijn, niet veel misschien, maar iets progressiever zijn dan die van de VVD. Dus al die, die, die lokale VVD'ers, die vaak natuurlijk veel meer hun qua opvattingen tegen de PVV aanleunen dan tegen het kabinetsbeleid, die gaan dan enorm staan schreeuwen dat, dat ze dat niet willen en dat het schandelijk is. Dat die gemeentes niet gedwongen mogen worden. Het zijn natuurlijk ook vaak mensen die gemeentelijk actief zijn. Denken, oh god, de rot. Weer, weer, immigranten. Daar komt gesodemieter van. Ja. En, en door normaal heel veel lawaai te maken, wekken ze de indruk dat ze tegen zijn. Terwijl ze eigenlijk, ja, ze zijn wat tegen, maar dat helpt verder niks. Ja, dus in die zin is dit een beetje voor de buren, natuurlijk. Is het is een toneeluitvoering en... Ja, dat zal verder geen praktische effecten hebben. Maar toch moest Rutte langskomen om het op te lossen? Ja, dat. Om, om waarschijnlijk nog eens aan te punten. Kijk, dat het vertrouwen in de leider van de fractie. Eh, namelijk nou, Sophie Hermans, niet zo verschrikkelijk groot is. Dat zou wel een rol hebben gespeeld. Ik vind het van die fractie eerlijk gezegd vrij stom. Omdat je natuurlijk in die fractie zelf. waarschijnlijk toch allerlei. vervelende ontwikkelingen hebt. En je weet eigenlijk. Tegelijkertijd, kennelijk vinden ze het belangrijker om voor de publiciteit de indruk te wekken hoe enorm tegen ze zijn, dan de problemen die ze nu intern veroorzaakt hebben in die eigen fractie. Ja, want ze staan eigenlijk voor schut, want Rutte is langskomen en heeft helemaal geen toezeggingen gedaan, want aan de plannen is niets gewijzigd. Maar hij heeft een zogenaamde toezegging, maar hij gaat zijn best doen of zo Ja, om hun, om, om hun uh, 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 ja, goed, zorgen. iedereen weet dus dat dit flauwekul is. Ja. 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 En dan sta je toch voor Schut als dat fractie. Dat wil zeggen, iedereen die een krant leest, weet dat het flauwekul is. Ja, maar Rutte die, die komt langs, die zegt, ja, ik ga met jullie zorgen wat doen. En uh, dan ja, is er aan nee, de plannen niet aangebracht. Hij is natuurlijk ja, hartstikke lang binnen gebleven, ik weet niet hoe lang dan niet. Ja, een paar uur. Misschien hebben ze wat taartjes gegeten samen. Ja, dat, ja. dat is wel ja, een Dus we moeten wel de indruk wekken dat het echt... On... Nou, moet ik zeggen dat Sophie Hermans ook bij, bij... Toen ze naar buiten kwam, ook wel een enigszins overspannen indruk had. <laughs> ja. Waardoor ja, te... ik natuurlijk. Ja, ik heb met haar te doen. Je zult zo'n fractie maar hebben. Die, die natuurlijk wist dat ze dat, ze, ja, dat ze. dat dit flauwekul was. Dat dit een toneelstukje was wat ze aan het opvoeren waren. Ik neem aan dat die fractieleden toch ook wel weten. Dat een groot deel van die immigranten. Dus uit de EU komt. Dat een deel van die immigranten hooggeschoold is. En dat we aan, aan al die immigranten die hier komen. omdat ze voor, met gevaar voor eigen leven. Uh, gevlucht zijn, dat we daar heel weinig aan kunnen doen gezien de getekende verdragen. Hmm. Er was ook een journalist die stelde de vraag, staat uw positie ter discussie aan Hermans? Hè? Want zij heeft de boel niet kunnen sussen. Ja, dan zeg je natuurlijk nee, dat die staat niet ter discussie. Maar wat vind jij? Ze kan, dus, kan dus de grote problemen niet zelf aan. Nee, nou ja, dat, ik zou zeggen, je ziet nu dat Dijkhoff groot gelijk had om te vertrekken. Ook niet gek. Het is een hele kwetsbare positie, dat fractieleiderschap. Als natuurlijk de, de feitelijke leider van je partij niet in die fractie zit, maar de minister-president van Nederland is. Dat, dat is een, daardoor zit je altijd met de problemen dat je, dat, je, dat je te maken hebt met dat frictiepunt tussen wat die, de achterban van de partij denkt. Dat zijn al die, al die, die uh, relatief bejaarde mannen in de provincie die enorm conservatieve ideeën hebben. En, de en het coalitiebeleid. Ja, daar ben jij eigenlijk het punt waar dat botst. Ja. Dus de volgende week is er een congres hè, van de VVD. En daar wordt toch... Ja, voor... ja daar gaan ze, gaan ze weer moties indienen hè, die verder ja, betekenisloos zijn. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk om het, om het regeringsakkoord en, en datgene wat het kabinet besloten heeft. En, en waarvoor het kabinet de meerderheid in de Kamer kan krijgen. Laten we wel wezen, de VVD kan van alles besluiten op zijn congres. Maar dat betekent niet dat het gerealiseerd gaat worden. Ja, maar het voelt natuurlijk wel als je dat... Het zou gaat... wel lollig zijn als ze dus Rutte zouden wegstemmen. Dat zal denk ik niet gebeuren. Daarom. Nee. Maar het is natuurlijk het wel is zo. Kortom, ook dit wordt weer een heel fijn toneelstukje. Ja. Maar Rutte kan ook Net zeggen... Dat als dat toneelstukje van Wopke, hè, op het CDA congres. Ja, dat was afgelopen week. Wat, ja, zei... Wat deed hij ook alweer? Nou, dat hij zich zo zorgen maakte en zo, maar niet... er kwam niets concreets uit, heb ik begrepen. We zorgen maakte waarom? over van alles en nog wat, bij het CDA ze zorgen over maakt. Namelijk dat het, ik geloof, nog zes zetels over heeft in de peilingen. Ja. Ik kom Zoiets me, in ieder geval. Ja, ik kan me wel herinneren dat volgens mij Roel Schijnenmakers van RTL, daar was een die zei van, ja, realiseren jullie wel dat je straks bij de verkiezingen dat je nul zetels over kunt houden? Of dat niet? is er niet uitgesloten. Nou, dan zou ik zeggen, opgeruimd staat netjes. Ja, want die mensen lopen allemaal naar de BBB, Ja, hè? ik vind het jammer, want achteraf, moet ik zeggen, was natuurlijk, ja, toen de confessionelen hun hoogtij vierden, was het wel een stabiliserende factor in de Nederlandse politiek. Ja. Maar er wordt dus echt door die boeren ook gezegd, het CDA doet niks meer voor ons. Die nemen ons helemaal niet meer serieus. Nou, ik ben bang dat het CDA voor zover ze meningen hebben op dit punt natuurlijk wel serieus zijn. En dat met name de opvattingen van de boeren structureel en op lange termijn niet erg serieus zijn. Namelijk ja, dat ze zeggen dat, dat, dat er niks aan de hand is. Of dat ze... Dat ze het zelf al zullen organiseren? Nee. Dat betekent toch dat er op dat stikstofdossier dat er nou eindelijk was wat moet gebeuren. Vandaar ook dat dat gezeur van die nieuwe minister van Landbouw, waar we al over gesproken hebben en ook van Wop Koekstra, dat het allemaal niet zo serieus is. 2030. Kan ook 2035 zijn of 2040 misschien. Ja, kan al van alles gebeuren natuurlijk. Ja, dan, dan krijgen we dus dit, dit hele schuif, uh, ja. systeem dat uh, wordt weer in werking gesteld. Maar je ziet natuurlijk dat iedere partij binnen de coalitie wil zich en aanloop naar de verkiezingen profileren op dit soort dingen. Ja, dat begrijp je. Vooral ja. hmm. natuurlijk de kiezers er als gewoonlijk niks van begrijpen. En, en gekozen hebben voor een fijne voetbalwedstrijd toen uit werd gelegd waar het over ging. Ja, nog even over de VVD en Rutte. Rutte had natuurlijk kunnen zeggen tegen die VVD: Hij gaan nou geen moties indienen, want dat voedt alleen maar de discussie, ook in de media, dat er intern een crisis of een strijd is. Nou ja, kijk, Rutte denkt moties, dat kunnen dat ze wel doen, fijne moties in, in voer, uh, aannemen. Maar het is zo verder politiek betekenisloos. Behalve dat het een toneelstukje is voor al die mensen. Zie wel, maar, die VVD is tegen, maar die kunnen we tegen zijn en kunnen. Nogmaals, het heeft geen effect. Ja, maar voor de beeldvorming doet dat wel wat. Kijk, het, de VVD is inherent niet in staat om het structurele probleem op te lossen. Dat de achterban van de VVD stukken conservatiever is dan het regeringsbeleid. Wat de VVD noodzakelijkerwijs moet voeren, omdat we nu eenmaal coalitiekabinetten hebben. Ja. Dus dat, dat regeringsbeleid is, dat vind, vindt een groot deel van die achterban vindt dat maar niks. Hmm. Ja, die lezen de Telegraaf en, en, en ik weet niet precies waar ze naar kijken. En, en die, ja, die roepen moord en brand. Ja. Ik proef dat toch ook wel een beetje in, zeker van de buitenstaanders die VVD, die hebben lang genoeg aan de macht gezeten. Laten we ze nu maar eens flink aanpakken en laten we hier maar eens flink oh, over doorzagen. Misschien is dat zo. Ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk verreweg de grootste partij. En, en als de VVD die ook terugvalt, wat niet onwaarschijnlijk is als, als uh, Rutte zou vertrekken. Dat ook een zetel of twintig of zo dan, dan, nou ja, dat wordt de coalitievorming is lastig. En, en wie gaat zo'n coalitie dan leiden? Want dan moet je toch wel iemand hebben die, die laten we zeggen, een enigszins dominante rol kan spelen. Mm. Ja, je weet dat ik graag had gezien dat Rutte voor jou vertrokken was, maar dat is niet gebeurd. Denk je dat hij verslaafd is aan de macht? Verslaafd is een groot woord. Ik denk, ja. Kijk, als hij weg had gewild, als hij had gedacht van tien jaar mooi... Eh, dat heb ik er goed afgebracht. En, eh, op het algemeen word ik nog... Dan had, had hij heel makkelijk kunnen vertrekken. Maar het, het is natuurlijk wel opvallend dat er helemaal geen opvolger is in die partij. wat vorig jaar niet was en nu ook niet is. Eh, dat, dat, ja... Als, als hij keihard had gewerkt aan een geschikte opvolger... en dat ook een beetje had geëtaleerd, dat die dat dat de opvolger of opvolgster zou zijn, dan was het, ja, nou ja, goed, ze hebben nu, hoe heet het, naar de, naar de Eerste Kamer gehaald. Ja, de Schippers. Ja. Maar wat ik meer bedoel tot is... We waren ons voor Schippers. Ja, maar wat ik meer bedoel is, je, je, je leeft toch een uniek leven, weet je? Je wordt ook geleefd, er wordt heel veel voor je georganiseerd, je zit vooraan ja. overal, uh, je hebt de leukste ja, gesprekken. Ja, absoluut, ja. Ja, je gaat ook, ik denk wel dat je tot op zekere hoogte ook gaat geloven in je eigen bekwaamheden. Ja, hij wordt overal naartoe gereden, hij hoeft het allemaal zelf niet te organiseren. Ja, dat is ook heerlijk als je overal naartoe gereden wordt. Ja, daar weet je alles van. Ja, ik kan, kan dat niet anders dan maar hoe fijn dat is. Ja. Dat je niet zelf hoeft te rijden. En heen, Daar gaat nog wel meestal met terug. En je hebt iets gedaan, een lezing gehouden, weet ik veel, of wat die Rutte mogen hebben gedaan. En dat je dan ook nog terug zou moeten rijden, dan weet ik niet. Laat staan een oude saap. Ja, dan rijdt hij alleen in de weekenden volgens mij. Oh. Ja. ja. Maar hij heeft natuurlijk, de klimaattop is die geweest in Egypte. En dan zit hij weer, volgens mij een paar uur later zit hij weer. Dan ja, moest hij die crisis ja, oplossen. Die, die, ja, ik denk wel aan, misschien raak je verslaafd aan, aan, de, nou ja, dat je dit, aan deze molen waarin je terechtgekomen bent. Dat, ja. zou dat, dat had ik niet uitgesloten. Ja, hey, we hebben een keer afgesproken wat wij in december in Tivoli uh, behandelen. Ja. Dat was niet de midterms of de uitslag? Nee, wat we gingen behandelen was de Amerikaanse inval in Irak. De redenen daarvoor. Nee, dat hadden we uitgebreid. En we hadden het uitgebreid naar de wijze waarop Amerika ideologisch en strategisch gereageerd heeft op het eind van de Koude Oorlog. Dat was, hem. dat was hem. Goed om die weer even scherp te maken. Ik was die namelijk even vergeten. Maar dan... En dat loopt uiteindelijk uit tot ook op de Amerikaanse inval in, in Irak in 2003. Nou, wil je erbij zijn in Tivoli Vredeburg op 13 december. Het linkje voor nog een paar kaartjes die er zijn staat in de beschrijving, kan niet verdommen waar het in stond, stop! Nu die geschiedenis. Wat kunnen we nou leren van de geschiedenis? Hoe komt het nou dat velen van u denken dat die geschiedenis best nuttig zou kunnen zijn? Maarten van vertelt het in een luisterboek dat we nieuw hebben toegevoegd aan onze bibliotheek. En de vraag is: heeft die geschiedenisstudie enig nut voor de toekomst? Dat is een hele concrete vraag. Heb je er wat aan? Het luisterboek vind je via het linkje in de beschrijving. Stel voor je wil een beetje weten hoe het in de komende tien jaar zal gaan met de EU of met China. Ali Nicknam wil alleen de allerbeste. If you get your shit done. Zijn verhaal hoor je in C-Level. De link vind je in de show notes.